En het Centraal Bureau voor Burgerzaken, CBB, zal proberen een inhaalslag te maken met de aanmaak van e-ID-kaarten. Volgens het CBB lopen er ruim 116.000 personen rond met een oude ID-kaart. Daarnaast zijn er meer dan 18.000 16-jarigen en ouder die nog geen elektronische identiteitskaart, e-ID, hebben. In dit kader is besloten om tot en met 31 maart 2022 alle ID-boots verspreid over het hele land langer open te stellen. Van maandag tot en met vrijdag is de dienstverlening tussen 7 uur 's morgens en 8 uur 's middags. Terwijl dat op de zaterdag is van 8 uur 's morgens tot en met 6 uur 's middags. Het CBB doet een dringend beroep op de samenleving om van deze verruimde mogelijkheden gebruik te maken. Na 14 maart 2022 zal de oude ID-kaart niet meer geaccepteerd worden voor het doen van officiële zaken.